Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat hebt u vast nog nooit meegemaakt, dat we met Palmpaarse het verhaal van de kruisiging lezen. Nou, dat komt omdat we gelijk optrekken met de kindernevendienst en die hebben dat vandaag als thema. Palmpaarse is dus al veel eerder aan de orde geweest. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt omdat de kindernevendienst het evangelie naar Lucas volgt. En dan kom je op een goed moment hieruit. Die vertelt al heel vroeg dat verhaal van Palmpaarse. Maar we hebben vandaag in ons eerste lied, geloof ik, slot van het vijfde couplet van 556, hebben we al gezongen. Heden Hosanna, morgen kruisig hem. Nou, daar zit die verbinding al een beetje in. Het is in één week tijd allemaal gebeurd dit, hè? Triomfantelijke intocht. Ik heb u dus wel eens geschetst. Jezus komt daar eerst met een kleine groep in de richting van Jeruzalem lopen voor het paasfeest. En de een na de ander voegt zich daarbij. De mensen uit Betanië, de familieleden van Maria en Martha en Lazarus, die trekken met hem mee. Dat wordt een grote groep, een aanzwellende groep pelgrims in de richting van Jeruzalem. En dan nemen ze de oude weg van Betanië naar Jeruzalem. En die kruist zich dan met de weg van Jericho naar Jeruzalem. Komen ook pelgrims, feestgangers. En die zien daar Jezus lopen en die voegen zich er ook bij. Dat wordt een hele grote stoet mensen. En zij die al bij de poort, bij de schaapspoort van Jeruzalem staan, die zien die grote groep aankomen. En die groep die brult en die schreeuwt en die zingt. Hosanna, de zoon van David. En nieuwsgierig geworden komen zij er ook bij. Honderden mensen die daar datzelfde lied gaan zingen. En dat heeft uiteraard Romeinse wachters die daar staan verbaasd. En overpriesters en priesters die daar staan. Die hebben daar met argusogen naar gekeken. Wat komt daar voor een menigte Jeruzalem binnen? En die in Jeruzalem zijn trekken nog naar buiten ook. Je kunt er bijna niet meer doorheen. Dat is Palmpaarse. Dat lijkt zo'n feestelijk begin van dat nieuwe koninkrijk. Dat hebben ze ongetwijfeld gedacht. Als je op deze wijze wordt binnengehaald, wie kan dat nog tegenhouden? We weten hoe dat werkt. Denk maar eens aan de Berlijnse muur, hoe die gevallen is. Grote groepen mensen die daarbij gaan staan in de verwachting dat die vallen zal, dat hou je niet meer tegen. Zo hebben zij toen ongetwijfeld ook gedacht. Het is het enige moment in heel deze lijdensgeschiedenis, ja in het hele leven van Jezus, dat je kunt zeggen, nu is toch dat koninkrijk vlakbij, het is om de hoek, het is tastbaar. Dit zijn geen domme mensen, dit zijn mensen die hun leven zouden geven in de strijd voor Jeruzalem, als die nou eindelijk zou aanbreken, de Romeinen het land uit, Jezus tot koning kronen en tot hoge priester maken. Einde aan alle corruptie, aan alle geweld, aan alle onrecht. Dat moet eventjes hun hart omhoog getild hebben. Daar zijn ze vol van geweest. Als je dan heel goed naar die teksten kijkt van Palmpaarse, dan weten we op het moment dat Jezus door die schaapspoort naar binnen gaat, komt hij in een nauwere straat. De menigte achter hem blijft dan nog een tijdje staan joelen. Maar ineens, als hij linksom gaat, het tempelplein op, is hij alleen. Helemaal alleen. Ze trekken niet met hem mee of hij heeft zich er een beetje aan onttrokken. Er gebeuren dan hele andere dingen. Het rumoer bedaart. Het moment is verkeken. Er komt niks meer. Dat zal heel die menigte toen gedacht hebben. Waar is Jezus gebleven? Waar is die engelenmacht die nu alles gaat regelen? Gebeurt het dan toch niet? En dan komt die diepe teleurstelling over hen heen. Weer iemand in wie wij geloofd hebben en vertrouwd hebben en die niet doet wat wij hebben verwacht. Want wij hebben verwacht recht en gerechtigheid, vrede, Romeinen het land uit, tempel hersteld in zijn volle glorie, enzovoort, enzovoort. Onze verwachtingen. Maar Jezus heeft een hele andere weg te gaan. Ineens wordt het stil omheen en in heel die week die we nu meemaken, is hij in het verborgene in Jeruzalem met die discipelen, apart, in die bovenkamer, op donderdag, als hij daar Pesachmaaltijd viert, en de rest van de week wordt hij niet meer gezien. Wonderlijk hoe snel dat dan weer voorbij is.
Wij vieren Palmpasen omdat we als het ware solidair willen zijn met die menigte. Omdat we tegen die menigte na 2000 jaar willen zeggen, eigenlijk hadden jullie groot gelijk. Waarom ben je nou niet met hem meegetrokken? Waarom ben je zo snel teleurgesteld geraakt? Waarom moest hij nou eenzaam die laatste dagen doorgaan? En als wij tot die menigte hadden behoord, wat zouden wij dan gedaan hebben? Ook teleurgesteld zijn? Teleurgesteld zijn over het feit dat Jezus niet brengt wat ons eigen diepste verlangen is. Want dat doet hij niet. Als je verlangt naar gezondheid en naar roem en naar rust en naar veiligheid. En dat kan gebeuren in je leven. En je wilt van Jezus dat alles ontvangen. Hoe vaak zul je dan niet zijn als die menigte, jubelend. De Heer Jezus komt mij toch redden. Dat is toch Gods wil. En dan valt het stil, want het komt niet uit of het loopt anders. En dan keer je net als die menigte, teleurgesteld af. Oh, je blijft misschien naar de kerk gaan. En je noemt jezelf nog een christen, maar er is teleurstelling in je hart. Want hij doet niet wat jouw diepste verlangen is. Zijn er haar beter dan die mensen daar? Het overkomt ons vaak. We hebben één voordeel boven hen. Dat Heer Jezus met zijn geest in ons midden is. En ons dan weer bemoedigen wil en onderwijzen wil. Want de wereld zit anders in elkaar. En het gaat niet om jouw diepste verlangens. Er is een hele andere weg voor jou in deze wereld. En ik ga dan met je mee. Ik ga met je mee ook in de weg waarop jij zelf lijden ondervindt en ongemak. En waarin helemaal niks gaat misschien. Zoals jij dat bedacht hebt en mooi vindt. Eenzame en stille week. En wij lezen het einde daarvan. Op zondag was deze intocht, triomfantelijke intocht. En op vrijdag is het al voorbij. Vrijdagmiddag, zo tegen 3 uur, haastig. De Romeinen krijgen opdracht om dat nog snel te doen voordat de Sabbat begint. Wordt Jezus gekruisigd. Ze geven hem daarin geen aparte plaats en bijzondere positie. Hij wordt tussen de misdadigers geplaatst. Zoals Jesaja al zei, hij is met de misdadigers gerekend. En iedereen zal gedacht hebben, nou als hij daar aan het kruis hangt, kijk maar, 2 moordenaars om hem heen, dan moet hij toch ook wel iets vreselijks gedaan hebben. Simpelweg omdat hij daar in het midden hing, samen met 2 andere misdadigers, moordenaars of dieven. Zo is het einde van het verhaal aangebroken. Binnen een week beginnen we het koninkrijk op zondag en ze jubelen. En op Goede Vrijdag denkt iedereen, hij moet wel iets vreselijks gedaan hebben. Er is er één die daar ook hangt, waar het verhaal van vandaag over gaat. Is er één die vanwege zijn eigen misdrijven ook gekruisigd werd, de doodstraf ontving, vermoedelijk een roofmoord heeft gepleegd, of iets heeft gedaan wat de Romeinen bijzonder aan het hart ging, iets wat met rebellie te maken heeft. Misschien heeft hij wel een transport belastinggeld overvallen, of een Romeinse soldaat zwaar beledigd of mishandeld, en hij hangt daar. Die andere die er ook hangt, zal misschien hetzelfde gedaan hebben. En nu komt dat belangrijke moment voor die 2. Jezus in het midden. De ene ter linkerhand, de andere ter rechterhand. Het is het uur van hun sterven. Wie ben je dan? Waar kies je nog voor? Heeft het veel zin? Niet voor je eigen leven. Ze waren gekruisigd om daar te sterven. Niemand zou ze daar afhalen. Omstanders staan er omheen en die bespotten Jezus. Die weten nog hoe dat zondag gegaan was. Ze minachten hem, dat hij niet heeft gebracht wat de verwachting van het volk was. Ze bespotten hem. Jij noemde jezelf koning van de Joden, kom dan af van het kruis, begin dan aan je koninkrijk. En één van die 2 die er omheen hangen, terzijde hangen, die gaat daar gewoon in mee. Als je dan naar Christus bent, verlos dan jezelf, verlos dan ons. Laten we dan meteen maar hier dat koninkrijk beginnen waar jij zo je mond van vol hebt. Hij gelooft dat niet. Maar hij die zelf ook lijdt en gedoemd is te sterven, maakt dat lijden voor Jezus nog zwaarder.
Toont zo wie hij is. Laat zijn karakter zien. Als je in het uur van je dood zo kunt denken, zo kunt voelen over iemand die jouw lot deelt. Wat voor mens ben je dan? Maar dan is het wonderlijke wat er met die anderen gebeurt. Een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. En dan zegt hij drie prachtige dingen. Eerste: vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? Heb je dan geen eerbied voor God? Op het punt van het sterven, wijs je nog hier God af en Jezus af met spottende woorden? Heb je dan geen eerbied en respect in dit uur van de dood dat deze drie samen dus zullen ondergaan? En dan komt het tot een schuldbelijdenis, dat is het tweede. En wij ontvangen dit vonnis rechtvaardig, zegt hij. Wij hebben deze dood verdiend. Wat het vermoeden ingeeft dat het echt om moordenaars ging. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar dan weet hij iets van Jezus. Dat is derde. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. In dat uur van de waarheid, in dat uur van de dood, weet deze mens, deze man, naar Jezus te kijken en in Jezus te herkennen en te erkennen, zelfs te belijden, dat deze Jezus de onschuldige is, daar onschuldig van Gods wegen lijden moet en sterven zal. Hij ziet iets van dat wonder waarvan wij gezongen hebben, dat wonder dat God zijn Zoon naar het kruis stuurt. Hoe is het mogelijk dat God dat doet? Maar op een of andere manier begrijpt deze moordenaar, deze dief, begrijpt dat dat Gods weg is voor alle mensen. Dat Jezus daar niet per ongeluk als een tragisch ongeval hangt, maar dat God daar iets bijzonders mee voor heeft. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe weet hij dat? Dat moet God hem in zijn hart gelegd hebben. Of misschien heeft hij er zondag wel bij gestaan, toen ze allemaal de poorten jubelend binnen wilden gaan. En dan tenslotte, dat is eigenlijk wel het vierde. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Hij kijkt voorbij het moment van de dood. Hij zoekt niet de verlossing hier en nu, zoals met die spottende woorden die ander had gezegd: verlos uzelf en verlos ons. Maar hij zoekt de verlossing in de eeuwigheid. De verlossing die alleen God kan geven, die voorbij de dood gaat, die het eeuwige leven schenkt. Zoek deze man. Een moordenaar aan het kruis, door de aardse gerechtigheid gegrepen en gestraft, die ziet ineens in Jezus de ware verlosser. Wat een contrast. Iedereen staat er omheen en denkt, zal een misdadiger zijn. Iedereen denkt, dit is een troonpretendent geweest die heeft gefaald. Iedereen denkt, dit is een praatjesmaker uit Galilea. Terecht dat ze hier in Jeruzalem daar korte metten mee hebben gemaakt. Dat is wat de mensen denken. Ze denken het massale met z'n allen. Ze staan er omheen en de soldaten doen helemaal niets soldaatachtigs. Want ze staan hem ook te bespotten. Jezus is daar volkomen alleen. De discipelen zijn weggevlucht of staan in de verte toe te kijken. Een paar vrouwen zijn er nog over. Waar is die massa van de zondag? Waar is die grote groep mensen die in Jezus de verlosser zag? Ze zijn verdwenen. Dit is het uur van zijn meest volkomen eenzaamheid. Op die ene mens na. Die ene mens die naar het kruis kijkt en naar Jezus kijkt en zegt: jij bent onschuldig. Jij lijdt hier een dood die jij niet hebt verdiend. Jij ondergaat hier de straf voor alle mensen. Jij bent het lam van God dat de zonde van de wereld draagt. En dan het vierde: Heere, denk aan mij. Dan gaat zijn hart open naar Jezus en dan zegt hij: Heere, wilt u mij dan werkelijk verlossen? Niet naar mijn gedachten, naar mijn verlangens en volgens mijn ideeën, maar zoals God in de hemel dat door u en door uw sterven heen doet. Jezus spreekt nog maar één woord. Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Daar spreekt die gehangen
gekruisigde misdadiger woorden van majesteit en van verlossing en van liefde en van genade. Het laatste woord van Jezus hier in dit gedeelte is dat hij zijn genade uitstrekt naar die man naast hem. En zegt, als je mij zo kunt zien, als je mijn onschuld kunt zien en belijden en erkennen, als je God in mij kunt zien, Gods hand in mijn geschiedenis, dan hoor je erbij, dan neem ik je mee, dan mag je deelnemen aan dat eeuwige leven wat deze Jezus hier aan dat kruis verwerft. Dit is de bekering. Dit is een mooie beschrijving van de bekering. Van de overgave van dat hart aan Jezus. Er wordt veel gepraat in de wereld over het lijden van Jezus. We krijgen straks weer een mooie passie te zien. Het wordt allemaal weer spannend. Hoe zal het aflopen dit jaar? Eigenlijk trekken we ons van dat lijden pas iets aan. Eigenlijk spreekt Jezus lijden, zijn arrestaties, zijn onterechte rechtszaak, al die zaken die we samen hebben gelezen en besproken. Dat spreekt ons hart pas werkelijk aan als het ons raakt, als het ons bevrijdt, als het iets met ons doet. Maar dan moet je in Jezus meer zien dan een martelaar. Of een onschuldige die vertrapt is door een immoreel rechtssysteem of door kwaadaardige rechters. Dan moet je in Jezus zien degene die God heeft gezonden om het lam te zijn. Om geduldig dit alles te ondergaan, om die pijn te verdragen, om de vernedering te verdragen. Om zijn macht die hij heeft niet te gebruiken om van dat kruis af te gaan. Die verleiding die hij voelde in Gethsemane. Om er vanaf te zijn, om er omheen te gaan, een andere weg te kiezen. Zijn hart aan het kruis was vol van barmhartigheid en liefde voor die ene moordenaar. Die zijn aardse straf niet zou ontlopen. Maar aan wie Jezus het paradijs toezegt en belooft. Er is een verlossing voor bij de dood. Er is een verlossing die dieper reikt dan dat aardse, korte leven van ons. Het is een verlossing die onze hele persoon en ziel en geest meeneemt. Naar de sfeer waar God zelf woont. Omdat we daar pas werkelijk thuis horen en ooit thuis zullen zijn. Dat is de verdienste van deze Heer die volhield en die genadig bleef. En vol barmhartigheid, ondanks zijn eigen pijn. Maar het wordt gegeven en gegund aan hen die dat erkennen en geloven. En die in Jezus waarachtig de door God gezondene zien. En niet een medemisdadiger die op het laatst nog mag bespotten. Maar werkelijk Gods Zoon, die ons zo lief had dat hij zijn leven voor ons heeft overgegeven. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat uw Zoon deze weg voor ons is gegaan. En we danken u dat hij vol genade en barmhartigheid bleef. En dat hij dat ook tegenover ons wil zijn. Wie wij ook zijn, wat we ook doen en gedaan hebben. U bent vol genade voor ons. Op grond van dat werk dat uw Zoon heeft verricht. Op grond van dat sterven en lijden van de Heer Jezus. Mogen wij weten bevrijd te zijn van alle schuld, van alle zonde. En dat u als een vader met ons omgaat. Maar dan, Heere, als we dat eenmaal weten en ontvangen hebben, zet ons dan op de weg van de gehoorzaamheid. De weg van de dankbaarheid. Leer ons dan leven overeenkomstig de grootsheid van het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. Leer ons dan leven vanuit de bevrijding. Niet worstelend om onszelf te bevrijden, maar levend vanuit dat grote geschenk van uw genade, van uw liefde, van uw barmhartigheid die ons opzocht toen wij nog vijanden van u waren, toen wij van u vervreemd waren. Toen wij u niet zochten en u niet kenden, toen heeft u ons opgezocht, ons hart geraakt. U hebt tegen ons gezegd, kijk nou eens naar mijn Zoon aan het kruis. Dat is wat ik voor jou over heb. Dat is de diepte van de liefde die ik voor jou voel. Heere God, leer ons dat beamen, erkennen en teruggeven.
iets van die liefde van u voor ons teruggeven aan u en aan de naaste met wie u ons in dit leven wilde vergezellen. Zodat helder wordt in deze wereld wat de grootste macht is in hemel en aarde. Wat de macht is die niets en niemand en zelfs de dood niet kan verslaan. En dat is de macht van uw liefde. Daarvoor zeggen wij u dank. U zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.